Die is wel sterker dan. Ik ga het klaar in mijn ogen. Oh, ik ben het. Volgens mij was die. Volgens mij was die 30 minuten hike en de warming up of zo. Gelukkig 13. Kijk. Oh! I never thought of all for you. Ra ra ra. Waar ben ik? Ik ben in de sneeuw! Yay! Ik ben uitgenodigd door Zuid-Tirol om Noord-Italië te komen bezoeken. Het is dus een persreisje. En alsof dat nog niet leuk genoeg was, mocht ik iemand meenemen voor al het camerawerk. Dus ik heb de lieve Marlinde meegenomen. Marlinde is uit het Foodnest-team. Dus we zijn gisteren met z'n tweetjes naar Verona gevlogen. Daar werden we opgehaald door de taxi, naar het hotel gebracht. Toen hebben we etentje gehad. En toen zijn we eigenlijk heel snel gaan slapen. Toen was het al hartstikke laat. En vanochtend zijn we vroeg opgestaan. Hebben we eerst ontbeten. Zo lekker. Oh, ik ga echt morgen ga ik dat vloggen. Lynn en ik zijn food twinnies. Wij denken hetzelfde over eten. Wij preppen hetzelfde eten. We zijn echt great minds think alike, zeg maar. En er was vanochtend een slow juicer. Oh, dus we hebben ons helemaal uitgeleefd met gember en bleekselderij en wortels en de hele mikmak. Toen werden we opgehaald door onze lieve gids. We zijn skis gaan huren. Ik denk... Oh, 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 oh. Ik denk dat dit je introductie is, of was? Ja, met een kopstoot. Ja. Oké, dus ja, Lynn, je bent al zo vaak in de vlog geweest, maar dit is Lynn. Hallo Lynn. En guys, guide of the day, hi. Hey, daar gaan we. Let's go, let's go. Heel hoog nu. En er is daar. Hoe heet dat eigenlijk? Wat is dat? Concordia. Het gaat zo'n 12 uur altijd ringen. En daar wacht iedereen op. Ja, goed zo, Lynn. Kijk, als je dus koude handen hebt tijdens het skiën. En dat van moeder geleerd moet je dat doen. Dan krijg je meteen warme handen. Oké, zo doe ik even wat voor. Even opzoeken op YouTube misschien hoe dit ding werkt. Pak ik er even tussen. Yay! Dit is het, jongens. Ja. Ik heb trouwens nog steeds die zwarte stip in mijn lens. Als je mijn vorige video hebt gekeken, dan weet je waar ik het over heb. Hiero, irritant. Nog steeds niet opgelost. Hier gaan we. In onze skischoenen. In een Michelinster restaurant. Open the gates. Onze eerste antipas. Die is daar. Kijk nou jongens hoe we hier eten. Met dit uitzicht. Nee, het is niet normaal. Lynn en ik komen gewoon niet meer bij eigenlijk. We vallen van de ene verbazing. En de ander. Het gaat de weg naar het museum. Niet te skiën, of ook niet te lopen. Messner Mountain Museum Corones. En Carrie. We zijn weer heel huis. Oh, wat is dat nou? Yay! We zijn weer heel huis in het hotel. In het prachtige hotel. Echt jongens. Oh, ik heb echt zelden zoiets moois gezien. Oh. Ja, nu zien jullie het ook. Ik heb echt een super grote badkamer. Super groot bed. En? Mooi uitzicht. Ja, shit. Mooi uitzicht zeg ik wel. Maar ik kwam dus gisteravond heel laat aan. En toen was alles hier helemaal mooi verlicht en zo. En het maakte iets meer indruk moet ik zeggen. Maar hey. Jullie geloven me vast in mijn woord. Dan wil ik net weggaan. En dan zie ik nu die lichtjes daar, hè. Kom. Twee tellen. Tadaa! Dit wordt nog mooier als het donker wordt. Oké. Okay. Terug. Ik ga, voor zolang als het kan, naar de spa toe.
Die hebben ze hier namelijk ook in het hotel. En volgens mij heb ik echt nog maar 3 kwartier om me naar de spa te gaan. Dus douchen, om te kleden. Voordat we worden opgehaald voor het avondeten. Maar ik denk, ik ga toch eventjes kijken, want het kan. Wanneer kan je nou naar de spa toe? En misschien even zwemmen. Ik loop dus nu buiten. Te sloffen, inderdaad. En ik zie een infinity pool. Ja, daar wil ik dus in. Ik weet niet hoe. Dat via hier moet. Mijn gevoel val ik echt van de ene wauw ervaring in de andere vandaag. We hebben zoveel mooie dingen gezien en gedaan. En dit hoort er wel echt bij. Het is alsnog wel... Kan je dat zien? Nee, want het is hier... Het stond hier al. Het is nog wel fris, dus ik ga even lekker baantjes trekken. Want het is vandaag voor mij geluksfactor 10, dag 7. Dus een beetje beweging kan geen kwaad. Ik ben na Oud en Nieuw zelf ook met geluksfactor 10 met mijn eigen programma begonnen. Want na de kerst en na Oud en Nieuw en alles daartussen paste ik mijn broek niet meer. Ik heb bijna een week met mijn knoop opengelopen. Dus ik ben nu zelf weer begonnen en het voelt echt super goed. Vandaag is de eerste dag, omdat we hier in Italië zijn, dat ik een beetje wat moet aanpassen natuurlijk. Maar we houden het best netjes. Dus ik ga even een beetje zwemmen, een beetje bewegen. En dan ga ik de sauna in en dan neem ik jullie niet mee. Goedemorgen. Buongiorno. Ze spreken hier dus Duits en Italiaans. Ik ook een beetje. En we mogen weer ontbijten. En deze jongen is echt de lievelings van Marlene en mij. Want met deze slow juicer kunnen we allemaal lekkere dingen maken. Dus ik ga eens even kijken waar ze is. Gaan we sappies maken? Dus gisteren hadden we alles in een juice gegooid. Dat was super lekker. Vandaag maken we het heel rond. Want we gaan ook nog gembershots maken. Gembershots. En we hebben het nog nooit gedaan. Nee, ik ook niet. Ik haal ze normaal. Ja, ik ook. Oh, je kunt echt. Ik was dus op 6:15 al wakker. Ziet gewoon. Oh. Dat werkt! Onze shots. Nu gaan we de juices maken en daarin doen we echt alles. Appel, komkommer, wortel, gemberweer, bleekselderij. Het is inmiddels geluksfactor 10 dag 8 voor mij. Dus dit gaat echt de hele goede kant op. Dit ga ik dus helaas niet doen. Alle croissantjes en taartje. Normaal weet ik dat balans echt helemaal mag, maar ik wil nu gewoon even doorzetten. Dus deze cakejes ook niet. Maar dit kan wel een geluksfactor 10. Dus we gaan even goed ontbijten, want we worden zo meteen opgehaald voor een hike in Draisine. Dus we gaan naar een andere regio. Het sneeuwt heel hard, het waait heel hard. Gisteren waren er al vluchten gecanceld naar Amsterdam. Vanavond gaan we eigenlijk terug naar huis. Dus ik hoop dat we na het hiken met de taxi in ons programma naar Innsbruck gaan. Cheers op onze laatste dag. Cheers. Ja, dit is het ook. Okay. Voor mij is dat wel staan. Gaan we? Sorry. In één keer? Ja. Je toch? Ja? Ja. Oké. Okay. Nu doen we in. Oeh, die is wel sterker dan. Ik heb een traan in mijn ogen. Oh, ik. Oh! Ja, de burn is wel heftig. Ja. Maar het is goed. Het is goed. Ja. Het is wel sterker dan die uit de supermarkt. Ja. Kijk, zij hebben van die sneeuwdingen onder hun schoenen. Kan je super goed lopen. Die hebben wij niet. Dus het is een beetje slippy. En Lynn loopt op de Dr. Martens. Dus ze zegt steeds, is het bij jou ook een beetje slippy? Ja, because it was icy under and then there's a little bit of snow, so you can see the ice. Then we have a new tour guide. Hallo! En die heeft ons begeleid hier naar de hike. We zijn in Draisine, al op 2000 meter hoogte. We moeten weer plassen.
Lynn moet al plassen. Ik doe normaal wel mee, maar ik moet nog niet plassen. Maar ik ben al een klein beetje buiten adem soms. Ja. We hebben al een klein beetje gelopen. En to the next hut, it's about 20 minutes. 20 minutes, right? Ja, yeah. 20 minutes, half an hour. Half an hour, 20 minutes. Ik ben het. Volgens mij was die 30 minuten hike en de warming up of zo. Of mijn Engels is niet zo goed. Want ik heb het gevoel dat we al bijna thuis zijn zo langzaam aan het lopen. Maar ik vind dat leuk, jongens. Kijk, het zonnetje is er nu ook een beetje. Het is echt prachtig. Prachtig, prachtig. Oh, weer een snottenbel. Sorry, het is echt een kou. Het is echt min. Oh, min. Heel koud hier. Heel koud. Ik vind het wel heel erg leuk. Mij maak je echt blij met wandelen. En frisse neus. Maar dat was even de update. Volgens mij gaan we straks ergens een kopje thee drinken. Woehoe! Voordat we zo naar de airport gaan. Ik ben zo ready voor bed.